In het rapport Toezien op publieke belangen naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid staat toezicht centraal. Iedere dag maken de media melding van maatschappelijke problemen. Of het nu gaat om de gezondheidszorg, de banken, de voedselveiligheid of het transport. We horen er heel veel over. En stevast is dan de vraag, heeft de overheid het goed gedaan? En steeds vaker is ook de vraag, heeft het toezicht het goed gedaan? Was er wel voldoende toezicht? Moet er niet veel meer toezicht komen? Moeten er niet meer regels komen? Als het een tijdje rustig is en goed gaat in zo'n sector, dan zien we vaak dat de stemming omslaat. Dan horen we, hebben we niet te veel toezicht? Hebben we niet te veel last en te veel kosten van dat toezicht? Kan dat niet een stuk minder? De Raad bepleit om toezicht beter te benutten. Toezicht is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. In de eerste plaats omdat de samenleving steeds hogere eisen is gaan stellen aan de kwaliteit en de veiligheid van producten en diensten. En ook aan de kwaliteit en veiligheid van onze leef- en werkomgeving. En daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook steeds meer toezichthouders bijgekomen die moeten letten op goede marktwerking. Denk bijvoorbeeld aan de zorgautoriteit. Denk aan de autoriteit financiële markten. Denk ook aan de Nederlandse mededingingsautoriteit die nu is opgenomen, de nieuwe toezichthouder, autoriteit, consument en markt. En gezien die ontwikkelingen en de vele discussies die je regelmatig in de media tegenkomt, vond de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het noodzakelijk om eens goed te kijken naar het toezichtbeleid van de Rijksoverheid. Omdat dat natuurlijk ook hiermee steeds belangrijker is geworden. Daarom drie aanbevelingen. De WR constateert in de eerste plaats dat de nadruk van het toezichtbeleid de afgelopen jaren steeds meer is komen te liggen op het terugdringen van kosten en lasten van toezicht. Daarmee kunnen de meeropbrengsten, de maatschappelijke betekenis, de effectiviteit en doelmatigheid van het toezicht naar de achtergrond verdwijnen. De WR zegt, breng die maatschappelijke opbrengst in kaart en breng dat in evenwicht met die lasten en kosten. In de tweede plaats constateert de WR dat er steeds meer nadruk is gekomen op naleven en handhaven van regels. Maar niet alles is in regels te vangen. Daarom zegt de WR, geef het toezicht de ruimte om actief te signaleren en te agenderen bij overheid en politiek en samenleving wat er aan risico's en mogelijke schade en kansen buiten de regels te zien en te vinden is. In de derde plaats zien we dat toezicht steeds meer wordt gezien vanuit de overheid als verlengstuk van beleid en bestuur. Daarmee kan de onafhankelijkheid van toezicht onder druk komen. De WR zegt, geef het toezicht de ruimte om die onafhankelijke rol voluit te vervullen en daarbij ook aandacht te geven aan het versterken van de netwerkrol in het maatschappelijk krachtenveld. Met andere woorden, overheidstoezicht kan het niet alleen, maar moet volgens de Raad samenwerken met andere toezichthouders, organisaties in het veld en niet te vergeten burgers.